aan Freddy Korte, eigenaar van Verkeersmanagement Oost-Nederland. Het opleidingsbedrijf voor verkeersregelaars werd donderdag een bijzondere laatste eer bewezen. Freddy overleed op vrijdag 29 januari op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Voor de laatste eer verzamelden zich vele auto's op de parkeerplaats bij de Gamma tussen 5:30 en 6:15. Familie, vrienden en kennissen ontstaken op de parkeerplaats bij de woonboulevard Almelo om precies 6:00 gedurende 5 minuten de alarmlichten. Aansluitend reden de auto's onder begeleiding van onder andere Freddy's verkeersbegeleiders van VMON in stoetvorm naar het uitvaartcentrum van Erik Korte aan de Twentelaan in Almelo. Daar kon iedereen die dat wilde de familie condoleren. Vrijdag was de kerkdienst in De Bron. En na de kerkdienst vond de uitvaart plaats op de algemene begraafplaats waar een erehaag van verkeersregelaars stond. Nieuwe verkeersregelaars werden door Freddy Korte opgeleid en oefenden regelmatig op de kruising van het Slot en Sluitersveld-Singel. Hij regelde bij de profronde en bij tal van andere evenementen verkeersregelaars. Zo ook voor bij de begrafenis van de graaf van Rechteren Limburg. In februari vorig jaar deed Freddy Korte nog een oproep om de toegenomen agressie tegen verkeersregelaars in Twente een halt toe te roepen. Maar, zo stelde hij, ze hebben geen enkele bevoegdheid om daar iets tegen te doen. Een BOA-status zou volgens hem een oplossing kunnen zijn. Als buitengewoon opsporingsambtenaar zouden de verkeersregelaars zelf een boete moeten kunnen uitdelen als de agressie en met name het gevaar voor andere weggebruikers te groot wordt. Zo vond Freddy.